Ik heb er iets op. Kom maar niet aankakken met de Tweede Wereldoorlog, man. Ik heb een extra wapentraining voor je geregeld. Echt? Ik laat je lopen als je de naam van de leverancier noemt. Indische Ronnie. Kijk, Marieke is natuurlijk niet slim bezig, hè? Maar ja, ze schijnt niet te beseffen dat ze op een heel dun randje loopt. Begrijp niet dat we dit niet door een arrestatieteam laten doen. Joh, kunnen we, hè? De prijs? 175.000. Ik heb een paar dagen vrijgenomen. Nee, toch niet weer die pillen kwestie. Nee! Welke pillen? Die tijgertjes. Als je me jouw leverancier noemt, dan word je niet vervolgd. Barry! Schieten! Hans! Gefeliciteerd, meid. Hey, goeie schip, meid. Gefeliciteerd. Ik zal u nooit aan winnen. Waarom niet? Politiehumor. Politiehumor? Bestaat dat? Is het niet? Gefeliciteerd. Dank u wel. Velzen. Daar gaat-ie. Mike en Sonja, er kwam zojuist een melding binnen. Er is iemand gestorven in het harnas. Meester Lucas Emmerich, onnatuurlijke dood in zijn kantoor. Advocaat. Alleen leg ik en die morgen mee met Grovel. Ik geloof dat ik het voor het eerste keertje met je eens ben. Goed. Probeer zijn beroep geen rol te laten spelen. Nee. Dan, Jannie Vroom, een Belgische scholier van 15 uit Godsheide. Jannie is sinds gisteren vermist tijdens een schooluitje. Niet teruggekeerd na een bezoek aan het strand. Niemand heeft haar gesignaleerd. Zul je het even voor me uitdelen, alsjeblieft? Jannie schijnt een beetje een buitenbeentje te zijn. Met van die ogen alsof ze al verslagen is voordat ze überhaupt in het leven kan beginnen. Dat kan jij zien aan een foto. Vind jij dat ze kijkt? Eenzaam. Godsheide, waar ligt dat? God weet het, ik niet. Giel. Jouw zaak voor vandaag. Jos en Zira, jullie hebben ook een foto? Dit zijn beelden van een bewakingscamera. Je ziet twee jongens en één meisje en die maken zich schuldig aan georganiseerde winkeldiefstal. En die twee jongens die maken dan op stennis bij de kassa, terwijl het meisje wegkomt met een zak vol spullen. Wat een koppen zeg. En dat allemaal zonder dat het alarm afgaat? Ja. Hoe doet ze dat? Kooi van Faraday. Geprepareerde tas? Zilverpapier of metaalgaas? Dat schermt de beveiliging af? Zo zie je maar. Zo kraken we elk probleem. Dus Jos en Gera gaan op zoek naar een meisje met de kooi van... Faraday, Engels natuurkundige. En die werkte vast heel hard. En dat gaan wij ook doen. Wees een bikkel, maar voorzichtig zijn daarbuiten. Oké dan. Hey, trots op je arts. Well, Jane. Pills are fighting for me, but every time that I change one, the aim is supposed to pour up. Well, this is my life of sadness, this is the life I live, this is my life of gladness, this is the life I een uur of 9 vanochtend zijn. Oké, hè? Alsjeblieft. Goed. Lucas Emmerich is vanochtend waarschijnlijk rond een uur of 9 om het leven gebracht met meerdere messteken in buik en rug. De dader moet kwaad op hem zijn geweest, want hij of zij is blijven doorsteken toen hij al geen teken van leven meer gaf. Zijn secretaresse zit daar. Is zij gebeld? Ja, ze heeft nog gevonden. Hier. Mevrouw, wat kan ik voor u doen? Ja, goeiedag, ik ben Christa Vroom. Ja? Ik ben de moeder van Jannie Vroom. Vermiste meisje. Is er al iets bekend? Nee, het spijt me, ze is nog niet opgedoken. Wat? Wordt er naar haar gezocht met duikers? Duikers? Oh, nee, opgedoken. Sorry, dat is een uitdrukking. Heeft niks met water te maken. Jannie is een meisje uit Godsheide. Zij kent de kracht niet van het water. Als ze in zee zou zijn verdwenen, dan zouden we echt haar kleren hebben moeten vinden of haar telefoon. En waar zit ze dan? Ik had haar niet mogen laten meegaan op schoolreis. Naar Nederland. God betert. Een meisje van 15 moet zich toch wel redden? Ik bedoel, ze kan zich verstaanbaar maken en volgens mij is ze niet dom. Ze is de beste van haar klas. Dan redt ze zich wel in de stad. Wat heeft ze nu te zoeken in de stad?
Ik ben hier altijd om 9:30. En Lucas... Meneer Emmerik is hier. Is het om 8:30? Heeft u enig idee over de dader? Nee, maar ik denk wel dat hij mij heeft herkend. Waarom denkt u dat? Nou, omdat de voordeur altijd automatisch in het slot valt. En hij kon via de monitor zien wie er aanbelde. En worden die beelden bewaard? Zijn er eerder dingen voorgevallen? Incidenten waarbij geweld gebruikt is? Ja, 4 maanden geleden was er iets. Toen heeft er iemand behoorlijk huis gehouden in de kamer van meneer Emmerik. Heeft u enig idee wie dat was? Nou ja, Lucas die deed er zo laconiek over. Hij heeft niet eens aangifte gedaan. Weet u nog op welke dag dat was? Oh, dat was volgens mij 's ochtends. Maar dat kan ik misschien wel met de agenda achterhalen. Had meneer Emmerik strafrechtklanten? Nee, absoluut niet. Hij deed voornamelijk echt scheidingen. Goed, wij moeten het adressenbestand en de administratie van meneer Emmerik meenemen. Ja, als u de dader maar vindt. Denkt u ondertussen nog even na over die datum? Klootzak! 422-043, zet de plaatsen. Klootzak! Ben je nou maar een klootzak, man? Hè? Blijf weg, man. Ik kan me nog pijn. Ik. Nou. Zie je dat wijfje? Oké, ik ga naar binnen, pak die gasten, was jij dat muisje maar. Oké, je moest toch genoeg? Genoeg! Hey! Nou, die telefoon van me af, hey. Dan los! Blijven staan, politie! Kutbein! Wat staat er? Razend snel, zeg hé. Wat kijk je? Voor jou, man. Denk je dat we wat gedaan hebben? Ja? Denk je die kutwouter dat wij iets gestolen hebben of zo? Hoe heet zij? Zoek je mij. Zijn zus, die is lesbo. Hij is homo, dus dan zal zijn zus vast wel lesbo zijn. Hoe is het tijd te gaan, jongens? Jij mag wel binnen zonder afspraak. Marieke Kamphuis van politie Hageland. Ik ben op zoek naar ene Barry. Die heeft hier gewerkt. Over welke Barry heb je? De Barry die bij de kitesurfers woonde. Volgens zijn buren is hij net verhuisd. Ah, Van der Zwan. Prima knul. Harde werker. Hagenees? Hij krijgt wel heimwee als hij in de buurt van Leidschendam komt. Nooit problemen. Ben je gek. Weet je waar die nu is? Hij heeft zijn reclasseringstraject afgerond. En daarna laten wij ze los. Oké. Dank u wel. Is dit een officieel onderzoek? U hoort hier nog van. En dan zeg ik tegen haar, ik zeg... Studeren, dat is goed. Maar toch niet helemaal in Leuven. Hasselt is ook goed en dat is vlakbij Godsheide. Moet ze niet op kamers. Ja, maar met de computer heb je ook de hele wereld binnen handbereik. Ik zou het niet weten, we hebben geen computer. Heeft Jannie veel vriendinnen? Ze is veel serieuzer dan de meeste meisjes van haar leeftijd. En heeft ze hobby's? Ze zingt heel graag. Ze zit in een koor. Ze is niet slecht, al zeg ik het zelf. Een paar maanden geleden is ze naar zo'n zangconcours gegaan. En daar is haar koor de tweede geworden. Tweede bij een zangconcours? Ja. Ik vond dat toen ook al zo'n hele reis. Zelfs met een overnachting. Maar toen is ze wel gewoon teruggekomen met de bus. Zeg, ik ben hier toch wel goed? Dat hangt er vanaf, mevrouw. Ja, daar heb ik dan geen zin in, hè? Waarin? In het bij de handen gedoe. Dat hangt er vanaf, mevrouw. Maar u vroeg me net... Ter zake. De rechercheurs die aan de zaak Emmerik werken. Wat is daarmee? Ik wil ze spreken. Wat dacht je dan? Subiet. Mooi woord, subiet. Komt u maar even mee. Zo, geen identiteitskaart bij je, hè? Strafbaar. Hoe heet jij? Ja, fok jou, man. Fok jou, man. En jij? Fok. Ik heb hier een fok jou, man. En een fok. Ik heb net een collega aan de telefoon gehad. Die heeft jullie herkend. Fok is West Blokland. En fok jou dan is Nico Bunnink. Jullie vormen een bende met dat meisje. Hoe heet ze? Sorry, wat is dat? Een meisje? Ja? Jullie hebben het dus herkend? Dan wil ik ook een naam. Ja? Nee? Stop maar in de tocht. Mevrouw? José het Hoofd is de naam. En u bent? Onderwijspsychologe. Dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel, wat was uw relatie met meester Emmerik? Ik ben... Nee,
mijn god, ja. Ik was cliënt van meester Emmerik. En waarom wilt u ons spreken? Ik weet wie hem heeft vermoord. Mijn ex. Wie anders? Waarom denkt u dat? Ik denk dat niet. Het is zo. Ik ben al 10 jaar in gevecht verwikkeld met deze man over onbetaalde alimentatie. 10 jaar. En pas de laatste tijd, sinds 1 jaar, zit er enig schot in de zaak. Dankzij de inspanningen van meester Emmerik. Mijn ex kon zijn bloed wel drinken. Uw ex-man? Ja. En ik zou graag zien dat u hem achter slot en grendel zet, want ik ben mijn leven nu ook niet zeker. Heeft hij u bedreigd? Hij heeft bloed geroken. En als een hond eenmaal bloed heeft geroken, dan moet hij worden afgemaakt. Hoe heet uw ex-man? Bakker. Frans Bakker. Hij heeft mij geestelijk kapot willen maken. En op wat voor manier? Hij heeft ervoor gezorgd dat mijn zoon zich van mij heeft afgekeerd. Dat is gruwelijk. Dat kan ik u wel zeggen. Voor een moeder. We gaan het met die Jannie Fram. Alle hotels afgebeld, staat nergens ingeschreven. En de pensions? Nee. Zeg, die onvindbare Jannie Vroom. Wat is daarmee? Ik denk dat we alle hotels en pensions moeten bellen. Ja, volgens mij is die weggelopen. Waarop baseer je die gedachte? Haar moeder. Die heb ik aan de balie en die blijft maar zeuren over haar dochter. En ik maar denk dat al die Belgo-Roomse levensgenieters zijn. Die vrouw, die is dood. Ik kan niet anders zeggen. Ik bedoel, ze leeft wel biologisch en zo, maar ze is dood. Dat meisje, die Jannie, die heeft echt geen leven. Wat heeft Jannie volgens jou gedaan? Die is weggelopen. Met de prins van haar dromen. Oh, nou, dat lijkt me vrij simpel. Vind die prins en dan heb je het meisje. En hoe doe ik dat? Ik ben op zoek naar een gast die bij u logeert. Ja, Van der Zwan. Echt waar? Hotel Boulevard, ja. Ja, nee, u hoeft niet contact met hem op te nemen. Dat doe ik persoonlijk wel. Dank u wel. Dag. Diefstal in vereniging. Jullie leiden af, zij steelt. Jullie zijn net zo strafbaar als zij. We hebben de beelden, we hebben de aangifte van de winkelier en we hebben jou. Even kijken, 2 keer taakstraf gehad. Tof het zitten, pik. Ze dwingt ons, man. Wie? Ze zet zo een mes tegen je keel. Hoe heet ze? Kira. Wat? Kira. Kira hoe? Achternaam weet ik niet. Jullie laten je dwingen door een meisje? Ze is net wel door een agent heen gelopen, hè? Ja, en daarom kan je nu maar beter vertellen waar die Kira uithangt. Dag. Oké, we staan hier met het verhaal van een kwaaie ex. Dat is niet echt veel, hè? Nou, dat is het enige wat we hebben. Vooruit dan maar. Hallo? Sonja Matulesi, Mike Hofman, we zijn van politie Haaglanden. Politie? Is er iets gebeurd? Vanochtend is meester Lucas Emmerik vermoord. Lucas Emmerik is vermoord. Lullig voor hem. Dat vindt u niet erg? Nee. Mag ik 1 keer vragen wie mij de politie op mijn dak stuurt? Die lieve José, ja of ja? Wij stellen hier de vragen, meneer. Zover gaat ze nu. Wilt ze me een moord in de schoenen schuiven? Die man was een eerste klas stuk stront. Maar vermoorden, kom op zeg. Dat helpt ook niks. Een ex huurt zo weer een nieuwe in. Uw ex beweert dat u al 10 jaar geen alimentatie wil betalen. Jongens, luister, ik heb hier een eenmanszaak. Gespecialiseerd in het betere timmerwerk. En daarmee verdien ik net genoeg om mijn hoofd boven water te halen. De bedragen die José wil, die stammen uit de tijd van mijn vorige bedrijf. Toen had ik 30-40 man in dienst. Dat bedrijf is op de kop. Ik heb alleen maar schulden, maar dat wil ze niet weten. Dus stuurt ze die bloedhond op me af. God hebben zijn ziel. Uw zoon. Ja, Fred, wat is daarmee? Heeft u hem bij haar weggehaald? Dat zegt ze, ja. En waarschijnlijk denkt ze dat ook. Maar Fred heeft er zelf voor gekozen om bij mij te wonen. Weet u, ik was eerst gek op die vrouw, dat wil je niet weten. En toen werd ik gek van haar en door haar. Fred ook. De jongen ging er compleet en onderdoor. Die had geen rust. Want woont Fred nog steeds bij u in huis? Nee. Hij studeert in Leiden. Waar was u vanochtend om 9 uur?
U bedoelt, heeft u een alibi? Ik stond achter deze werkbank. En is er iemand die dat kan bevestigen? Ik zeg net, ik heb geen personeel. Oké, bedankt. Werk ze. Wolf, broodje kaas, bakkie leut. Krantje. Oh ja, Barry heten en dan de hele dag met je reet aan de bar zitten. Dan ben je wel echt een klootzak. Even rustig. Kijk eens even naar de foto's. Ik ben er klaar mee. Ik ben aan het werk, rustig. Ik ben het gewoon helemaal zat in dit kuthotel. Ik wil uit, ik wil gewoon wat leuks doen met jou. Kijk, dan moet ik weg. Oh nee. Je laat me niet echt nog een dag hier zitten. Echt niet. Weet je wat? Ik ga gewoon, ja? Ik ga gewoon weg. Doei, ja? Natasja, wacht. Luister. Ik kan niet weg. Bon appetito. Jij weet dingen. Wil je dat ik mijn vertrouwen verlies? Nee, dat wil je niet. Dat wil je niet. Maar ja, neem ik een mooi cadeautje voor je mee. Dat zangconcours was? 6 tot 9 april. Kijk hier. Ze werd alleen gebeld door een moeder en af en toe door een vriendin. Maar na 8 april kreeg ze telkens sms'jes van ene Jacob Haverkort. Jacob Haverkort? Die stond op het programma van dat concours. Hier. De jonge dirigent Jacob Haverkort maakte met zijn gedurfde gearrangeerde klassiekers grote indruk. Deze Haagse muzikus gaat een grote carrière tegemoet. Klinkt als een prins. Van Velzen, politie Haaglanden. Ik zou graag de heer Haverkort even spreken. Ja, wat jammer. En mobiel? Nee hoor, dank u wel. Dat is niet nodig. Ik probeer het volgende week opnieuw. Dag. En? Jacob is volgens zijn vrouw een aantal dagen aan het survivalen in de Ardennen. Telefoon uit. Heel primitief allemaal. Wat doen we? Hotels bellen. Bericht dat tekort was? Ik wil het proberen met jou. Kom maar een stukje lopen. Is goeie tas? Gaas van binnen? Gaat de alarm niet af? Ja, maar ik zeker bij de politie, dikke. Hè? Dat je zo snel van begrip bent. Hé, hey, Kira. Weet je wat ik me nou afvraag? Incontinent. Luiers voor volwassenen. Moet je daar gewoon eens naar mee? Zo is het duur spul, wat moet je daar nou mee? Hé? Kira, ben je tong verloren? Hé? Hé, hey, wat moet je ermee? Oké. Okay. Jij gaat mee naar de meditatie. Even nadenken. Even tot jezelf. Laat me los! Ja, nee, dat begrijp ik absoluut. Ja hoor. Nou, vriendelijk bedankt. Dag. En? 4 februari was die vernieling. Emmerik had op die dag om 10:00 een afspraak met een cliënt van Geel. En die herinnerde zich dat ze in de woonkamer moesten praten omdat de werkkamer overhoop lag.
Nou ja, volgens de agenda die de secretaresse van Emmerink bijhield, was Van Geel de eerste afspraak van die dag. Emmerink die was er al vanaf 8:30. Oké. Okay. Nou, moeten we de privéagenda even checken. Mag het even? Oh, ja. Sorry. 4 februari? Ja. Hé. Hey. Hier, 9:00, FB. FB? FB? Ja. François Boulanger. Frans Bakker. Ja, ze hebben een afspraak. Frans krijgt zijn zin niet en die slaat die kamer aan puin. Ja, maar waarom zou Emmerik geen aangifte doen? Ik bedoel, dit is toch net zo onlogisch als het vermoorden van een advocaat? Het gaat hier niet om logica. Het gaat hier om emotie. Emoties, Mike. Politie, open doen alsjeblieft. Politie, open doen alsjeblieft. Jacob Havenkort? Ja. Is Jannie Vroom bij u? Nee. Jannie Vroom, politie, kom eens even hier. Nee. Ik ben Wim. Laat me in rust. Geef me even aan. Ik ruik wiet. Heeft u gebruikt? Ik wil niet terug. Moeder. Bij mij al de hele ochtend aan de baan. Ik wil niet terug! Ze is super ongerust, kleden alsjeblieft. Een minderjarig meisje, gedrogeerd in een hotelkamer. Ik wil niet terug. De volwassen man, vader van 2 jonge kinderen. Ik was verliefd. Oh, is het alweer over dan? Zeker vanaf het moment dat wij op de deur klopten. Ik wist niet dat ze minderjarig was. Dat meisje zit in de 3e klas. Hoe vaak is ze blijven zitten, denkt u? Nou, zij wilde het ook. Ik ben aangehouden, tegen de muur. Jannie, hou van u. Wat zou ik zeggen? Wat zou ik zeggen? Ik hou zoveel van u. Dus ik kan mij niet bij u weghalen. Ik kan nu niet met je praten. Versta je ook zonder woorden? Versta je ook zonder woorden? Loop. Goedemiddag. Is mevrouw het hoofd aanwezig? Ja, moment. Dank u wel. Mevrouw? Dag. We willen graag wel even met u praten. Kan ik binnen? Prima. Het is een knappe woning, mevrouw het hoofd. U bedoelt waarschijnlijk duur. Ik moet ergens wonen, nietwaar? Dit huis is van een vriend. U heeft een vriend? Voor vast? Wij zijn niet getrouwd, maar we zijn wel voor vast. Zegt de naam Bleker u iets? Anton Bleker? Van Rederij Bleker? Dat is hem, ja, juist. En is mijn ex al opgepakt? Nee. Nee, we hebben begrepen dat er nogal verschillend wordt gedacht over de alimentatiekwestie. Pardon, ik heb het volste recht op dat geld. Nou, veel geld, hè? Enkele tonnen. Is Frans weer op de zielige toer gegaan? Zijn bedrijf over de kop en hij heeft geen geld meer. Nou, wij hebben ze belastingaangifte bekeken en dat is ook zo. Zoals de tegenwoordige schooljeugd zegt, dat boeit mij niet. Dat boeit mij totaal niet. Hij is mij dat geld schuldig en hij moet het mij betalen. En Emmerik liet hem betalen. De deurwaarder was al ingelicht en toen is die schoft natuurlijk op Emmerik afgegaan. Wat vindt u zo niet van? Ik heb u al verteld dat mijn zoon van mij vervreemd is. Ik heb geen zoon meer. Mijn ex heeft de meest abjecte dingen over mij gezegd. Tegen mijn zoon. Dat ik een slechte moeder was. Dat ik de voorkeur gaf aan mijn werk boven mijn kind. En toen mijn zoon zijn vader ging napraten, toen heb ik afscheid van hem moeten nemen. Afscheid? Dat klinkt nogal radicaal, vindt u niet? Ik wilde niet kapot gaan aan dat verdriet. Heeft Emmerik nog iets gezegd over uw ex? Wat betreft aangerichte vernielingen of bedreigingen? Nee, hij heeft me wel een keer gezegd dat hij mij niet alles vertelde. Om het te sparen. Alsjeblieft. Een man
Ze worden vervolgd voor omgang met Jannie. Nee. Is mijn dochter gekwetst? Lichamelijk mankeert ze niet. Ga maar even zitten. Ik loop toch terug weg. Je moet me toch alleen maar opsluiten in dat hol tussen al die boeren. Ik loop gewoon weg. Houd je mond. Je weet niet wat je zegt. Kom, we gaan. Ik weet niet wat ik zeg. Ik weet heel goed wat ik zeg. Ik heb een vriend, mama. Eén die mij een beetje vertrouwt. Eén die van mij houdt. Jannie? Ja, mama, ja. Ik heb aan hem gegeven. Het was zo fucking lekker. Dat ik het gewoon terug opnieuw wil doen. Jannie, even een beetje dimmen, ja? Je moeder heeft zich ontzettend zorgen gemaakt. Dat is mijn moeder niet. Dat is mijn bewaakster. En jij? Weet jij er trouwens van? Meer dan je denkt. En daarom weet ik ook dat je pas wat bereikt als je gewoon met elkaar praat. Excuses. Ik moet gaan. Meisje, als ik nu langs de andere kant van die tafel kom, dan ga ik echt niet weten wat u overkomt. Waar wacht je op? Iemand nog wat drinken? Hoe neem jij dat buffetje van mij over woensdag? Hey, ik heb overleg gehad met die officier. En die twee gasten die krijgen een zaak. Maar ze mogen van u gaan. Heb jij nog wat over dat meisje? Ja, Kira Visser, geboren en getogen in Duindorp. Wat zat erin? Nou ja, meer getogen. Ze heeft een groot deel van haar leven doorgebracht in tehuizen. Moeder aan de fles, geen vader. Ja, ook vriendjes van de moeder. Oh, ze heeft gelijk. Je bent snel van begrip. Hey, heeft zij verder nog familie of iets? Ja. Een oma. En daar gaat ze volgens de rapporten heel vaak langs. Tuin erop. Weet je? Hey. Oh, eindelijk. Wat was er? Ik heb dat kind herkend. Dat meisje dat net deed alsof ze doodging toen die pillen werden gestolen. Zo. Weet je ook waar ze zit? Hier, in het hotel. Nou, ik ga gelijk even Wouter bellen en die de Rijksrecherche contacten. Ja, dat meisje gaat dus samen met ene Barry van der Zwan. Die heeft een strafblad. Hoe weet je dat? Ik heb hem samen gezien met Matt en Shavat. Dat is een dealer. Ja, precies. En het lijkt erop alsof ze samen een dealtje hebben. Wacht even. Hoe ben je aan die naam gekomen, Barry van der Zwan? Ik volg hem. Wat? Dat kun je niet maken. Het is tegen alle regels in. Maar ik herkende dat meisje en ze heeft die pillen niet gestolen. Ze is alleen medeplichtig. Ik verdenk die Barry. Maar als hij die pillen al kwijt is, dan is er geen bewijs en dan loopt hij zo naar buiten. Dat is de wet. Ja, maar ik wil ze op heterdaad betrappen. Samen met die deal, met die meting. Dit mag je niet doen. Je bent betrokken in de zaak. Je moet gewoon Wouter bellen, zeggen dat je dat meisje hebt herkend. En gewoon je mond houden. Hou even zelf je mond. Als ik zie dat ze die deal maken, dan bel ik gelijk, oké? Dan zeg ik precies wat jij net hebt gezegd en dan hou ik verder mijn mond. En dan hangt die Barry. Waarvoor heb je mij dan nodig? Nee, ik heb je ook niet nodig. Ik doe het wel zelf. Doei. Marieke, je krijgt die gezeik mee. Oké. Ga jij Wouter bellen? Nou dan. Dan heb ik geen gezeik en dan is morgen mijn naam gezuiverd. Bedankt voor je steun. Ja, dag. Ja, waar zouden we wezen zonder de politie? Moet er toch niet aan denken. Mevrouw. We zijn hier in verband met Kira. Oh, kennen jullie haar ook al?
Zonder haar ben ik nergens als mens. Kira zorgt dat ik niet helemaal omkom in de armoede. Ze heeft het alleen niet getroffen met haar ouders. De vader heeft ze nooit gekend. En het is dat Kira's moeder mijn eigen dochter is, maar... je zou zo'n kind een andere moeder wensen. En dan toch zo'n lief kind. Hoe helpt u? Ze doet boodschappen voor me. En ze neemt nooit geld mee. Ze zegt, oma, die spullen die zijn hartstikke duur. Laat mij nou maar. En niet alleen eten en drinken, begrijp ik. God, zonder haar ben ik nergens als mens. Want je verliest je waardigheid. Ik kan wel zeggen zo'n beetje zeiken, zo'n beetje vochtverlies. Maar het is je waardigheid. Ja. Ja, kind. Je waardigheid, dat is het enige dat je hebt. Als je dat verliest... We vinden het wel. Dank, hartelijk dank voor de koekjes. Giel? Die Jannie Vroom is echt helemaal losgeslagen. Die moeder wist niet waar ze moest kijken van schaamte. Het wordt echt een ramp, hoor, die twee in één huis. Is Marie dirigent? Ja, die loopt te jammeren over het feit dat hij slachtoffer is van zijn eigen hartstocht. Nou, ik heb totaal geen medelijden met die man. Wel met zijn gezin, hè. Moet je nagaan hoe die vrouw zich voelt. Pardon? Verschrikkelijk. Meneer, heeft u één momentje? Ik ben nog niet toegekomen aan het schrijven van het PV. Doe ik wel. Ja, top, dank je. Meneer... Bakker. Frans Bakker. Ik kom aangifte doen. Dat kan. Waarvan? Van moord. Ik kom mezelf aangeven. Ik heb die advocaat vermoord. Die Lucas Emmerich. Zijn die incontinentie spullen voor je oma? Wat lul je? Ik lul niet. Ik stel een vraag en ik stel hem nog een keer. Zijn die spullen voor je oma? En je wil je oma helpen met die spullen? Helpen? Ja of nee? Ja, helpen, ja. Ga je haar nou ook lastigvallen? Als je dan maar laat, hè? Hoezo? Die heeft me tenminste nooit laten zakken. Oma heeft altijd voor me gezorgd. Nou, zorg voor haar. Nou, dat zei oma ook tegen ons. En ze is ook heel blij met jou. Zijn jullie bij haar geweest? Klootzakken! Rustig! We hebben alleen met haar gepraat. Luister, ik heb navraag gedaan en je oma komt in aanmerking voor het persoonsgebonden budget. Voor de incontinentiespullen, dus die hoef je niet meer te stelen, oké? Okay? Daarnaast hebben we een adres en een telefoonnummer van een maatschappelijk werker die jullie daarmee gaat helpen. Ja, dat kan niet. Ik zit vast, weet je nog? Weet ik. Maar omdat jij de enige bent die voor je oma zorgt, mag je naar huis. In afwachting van de juridische stappen die genomen gaan worden. Want die stappen worden genomen. Zo. Nee, dat is zo. En je moet je verantwoorden tegenover de jeugdrechter voor je diefstallen. En je mag mijn collega hier op je blote knietjes bedanken dat ze geen aangifte doet van geweldpleging. Je gaat niks meer stelen, oké? Okay? Helemaal niks meer. Al die winkeliers hebben een foto van je, dus probeer het ook niet. Ja. Het is geen grapje. Ik zal het niet meer doen, hè? Oké. Okay. En pas goed op jezelf, hè? Dag, Kira. Daan Dorp, hè? Dus u heeft Lucas Emmerich vermoord? Ja. U ziet af van een advocaat? Ja. U bent vanochtend naar hem toegegaan, hoe laat? 8:45. U bent naar hem toegegaan met het voornemen hem te vermoorden? Nee. Ik wilde praten. Waarover? Ik kreeg een brief van de deurwaarder die me een vordering oplegde. Een betalingsregeling. Nou, ik heb hem gesmeekt om die te laten vallen. Ik kon hem niet betalen. Ik bedoel, ik betaal de studie van Fred. Ik leef zelf van minder dan een uitkering. Maar hij wees me de deur. Toen heeft u toegeslagen? Gestoken. Met een mes. Hoe vaak? Vaak. Ik heb niet geteld hoe vaak. Ik was kwaad. Ik had mezelf niet meer in de hand. Had u dat mes bij u toen u naar hem toe ging? Ja. Natuurlijk. Waar had u het mes vandaan? De werkplaats. Waar is het nu? Weggegooid.
Dus jullie hebben de moordenaar? Nee. En die bekentenis dan? Die klopt niet. We dachten dat hij geen alibi had, maar we hebben inmiddels van de buren vernomen dat hij al vanaf 8:30 met zijn zaagmachine bezig was. Misschien heeft hij dat ding aangezet en is daarna naar die advocaat gegaan. Nee, hij was er echt mee bezig. Machine aan, machine uit. We hebben een overbuurvrouw gesproken die de hele dag achter de geranium zit. Die zweert dat Bakker zijn huis niet is uit geweest. Waarom bekent hij die moord dan? Nou, we vermoeden zijn zoon. In het logboek stond FB, dus we gingen ervan uit Frans Bakker. Maar ja, dat kan natuurlijk net zo goed Fred Bakker zijn. En waar zit die zoon? In Leiden. We hebben gebeld met de universiteit en het gaat helemaal niet goed met die jongen. Hij is onder behandeling bij de universiteitspsycholoog. Hij heeft agressiebuien en hij behaalt hele slechte cijfertjes. Ja, als het klopt wat jullie zeggen, dan helpt die vader die zoon alleen nog maar verder in de problemen. Dat gaan jullie hem na uitleggen. Wat willen jullie nou? U heeft hem niet vermoord. Wat krijgen we nou zeg? Ik zou niet weten wie ik wel of niet vermoord heb. Wat is dit? Meneer Bakker, u weet hoe het is gebeurd omdat de dader u dat heeft verteld. Wat willen jullie nou? Ik beken... U neemt iemand in bescherming. Meneer Bakker. Fred. Uw zoon. We moeten hem zo snel mogelijk vinden. Fred heeft iemand vermoord. Fred is in de war. Meneer Bakker. Toen jullie vanochtend net weg waren, kwam hij bij me aan. Zijn kleren onder het bloed. Hij had een blik in zijn ogen. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Ik vind het moeilijk. Maar Fred heeft dat hysterische dat José ook kan hebben. Hij haat zijn moeder. Hij haat haar met dezelfde hysterie waarmee ze mij haat. Maar Fred zit daarin gevangen. Dat José die waanzinnige bedragen van mij eist, dat doet de jongen meer pijn dan mij. En die brief van de deurwaarder deed bij hem de stoppen doorslaan, kennelijk. En waar is Fred nu? Bij mij thuis. Hij heeft het van mij gedaan. Had hij dat moordwapen nog? Dat weet ik niet. Fuck! Zeg het eens. Ik zoek die twee agenten. Die dikke en dat wijf. Let jij een beetje op je woorden? Schiet op, bitch! Zo, daar zijn we dan. Zeg het eens. Kera is kwaad, joh. Ze heeft geen geld. Ze heeft geen geld. Ja, dan gaan we vanzelf wel weer over. Lul niet zo. Ze krijgt morgen een voorschot. Daar heeft ze nou toch niks aan? Ik heb haar gewoon uitgelegd over het persoonsgebonden budget. Kera heeft altijd al gepakt wat ze nodig heeft. Die geloven jullie echt niet. Ze kon in ieder geval niet meer in winkels jatten. Ze wil goud jatten. Er lopen bij ons moeilijk veel Antillianen rond. Met gouden kettingen en zo. En die wil ze beroven? Ze vroeg of wij meededen. Ja, jullie kijken wel uit, hè? Die gasten, hè? Dat redt ze nooit. What the fuck, doe iets nuttigs! Fred? 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 Wacht even. Ik heb weer iets. Ik ben bang dat hij die advocaat eigenlijk helemaal niet wilde vermoorden. Wie dan wel? Bij oma, waar anders? Jullie weer? Ja, heeft u Fred gezien? Fred? Nee. Hoezo Fred? We hebben het idee dat iets van plan is. Ik ga even kijken. Even wachten. Wat? Momentje. Iets van plan?
Wat dan? Wat dan? Iets van plan. Wat is er dan? Dat moet ik. Mam. Fred. 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 Oom zegt, je hebt staartje. Staartje jouw probleem. Als mijn oom problemen krijgt, jij gaat voor altijd weg. Bedank je oom namens mij. Ja. Zeg dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Ze laat alles lopen. Ja, ze vroeg mij zo'n luier voor oude wijven. Kira, hoor je mij? Maar ze is nog zo jong. Kira. Mag ik met spoed een ambulance naar Flakezenstraat 17B, Duindorp? Slachtoffer niet aanspreekbaar, met spoed. Ambulance? Wat is er dan? Ambulance voor Kira. Heeft u misschien nog wat van die luiers? Ja, ja, hier in de kast. Is er niks ernstigs, oma? Ik mag het wel oma zeggen? Ja, natuurlijk. Maar komen ze Kira nou ophalen? Het komt goed met Kira. Ze komt weer terug, hoor. Er is een kap met 9 levens, die redt het altijd. Dus jij hebt Lucas Emmering vermoord. Wilde je dat? Ik heb hem vermoord. Zou ik het wel gewild hebben, toch? Nou, ik bedoel, ben je naar hem toegegaan met de bedoeling hem te vermoorden? Ik wil mijn pa beschermen. Ik dacht, die advocaat helpt mijn moeder met het kapotmaken van pa. Met mijn moeder valt niet te praten. Maar met die advocaat wel. Dat dacht ik. En dat viel tegen? Ik wilde hem vertellen dat mijn moeder een relatie heeft met een miljonair. Een miljonair. En toch wil ze geld van pa en die heeft niks! Maar Emmerik, die glimlachte alleen maar. Recht is recht, zei hij. En toen ging je door het lint? Ik heb vaak genoeg gedacht dat het goed zou zijn als ze dood was. Vaak genoeg. Ik kon het niet. Wouter, weet je nog dat meisje dat deed alsof ze dood ging? Nou, ik heb haar herkend. Waar zit je? Waar zit je? Ik zit bij Laan van Poot. Ik ben Barry van der Zwan gevolgd. En die heeft een afspraak met Meet in de Servat. Meet in Servat? Dat is een gek. Ja, maar ze hebben samen een dealtje. Blijf erbij. Ik kan ze op heterdaad betrappen. Je moet nu hierheen komen. Rieke is ergens tegenaan gelopen. Het Tellinger terrein, onmiddellijk onderweg jullie. Blijf in de lijn. Sonja. Mike. Blijf in de lijn. Sonja. Naar het Tellinger terrein. Jullie horen alles onderweg. Onmiddellijk onderweg, jullie. Blijf in de lijn.
Zijn er nog meer auto's? Ze zijn binnen 5 minuten bij je. Waar ben je achter die jongen aangegaan? Het vriendje. Ik wil dat jij je onmiddellijk terugtrekt als de rest aankomt. Jij bent een betrokkenen. Ik wil je hier op kantoor hebben en je hele verhaal horen. Marieke? Marieke? Alle eenheden die op weg zijn naar het tellingenterrein... Er is geschoten. Alle eenheden die op weg zijn naar het tellingenterrein, er is geschoten. Marieke? Maar nu, hoe moeilijk dat ook is, over tot de orde van de dag. God voor de God. Ho, we zijn hier in Den Haag. Gangbang. Wat? Zeg tegen oma Mettin dat ik alle afspraken na zou komen. En die Barry van der Zon, hè? Het is er mij. Maar jullie hebben me gepusht om die aangifte te doen. Ik heb iets misdaan, wat ik niet weet. Zit hier niet naar uit alsof ze in een kutte geldnood zitten? Weg bij jullie! Lopen, lul! Nou, lekker dan. Hij schijt! Dat is toch buitenspel, man!